Een hele goede avond. Welkom bij alweer het 11e webinar van ASN Bank. Met kleine bedragen een groot vermogen opbouwen. Dat is de titel van dit webinar. En in dit webinar gaan we eigenlijk door de basics van beleggen heen. Om te kijken of het voor u aantrekkelijk een goed idee is om op deze manier met uw geld om te gaan. We doen het altijd, als u al eerder heeft gekeken, met twee gasten hier in de studio. Eentje van ASN Bank en één onafhankelijk persoon. En in ons geval is de onafhankelijke persoon journaliste Rensje de Gruyter. En de man van de bank is Fabrice Albronda. En Fabrice, we hebben jou ook al eerder gezien in een van de webinars. Je werkt ook al een behoorlijke tijd bij ASN Bank. Wat doe je daar op dit moment? Ik werk bij ASN Impact Investors, om het helemaal correct te zeggen. En ik werk daar al sinds 2009 bij het fondsenhuis van ASN Bank. En ASN Bank is ook weer een onderdeel van de Volksbank. En daar beheren wij dus 12 duurzame beleggingsfondsen. Ja, en je werkt er al sinds? 2009. Ja, met veel plezier. Met heel veel plezier. En het is een klein team, dedicated, maar wat ik absoluut altijd heel erg mooi eraan vindt, is gewoon dat duurzame hart, dat donkergroene hart, wat overal klopt binnen de ASN Bank, maar ook binnen ASN Impact Investors. Dat is gewoon mooi om daarvoor te werken. Ja, een donkergroen hart. Maar Rensje, heb jij dan een financieel hart? Dat zou ik niet durven zeggen. Nee, hè? Maar je schrijft veel over financiële onderwerpen. Ja, ik vind beleggen echt een totaal fascinerende wereld. En ik schrijf er inderdaad heel veel over, onder andere voor NRC. Ik heb bijvoorbeeld laatst een verhaal geschreven. Een beetje naar aanleiding van het feit dat er zo ontzettend veel mensen zijn begonnen met beleggen, hè, de afgelopen jaren. In totaal waren er in coronatijd ongeveer 2 miljoen Nederlanders die belegden. Echt zoveel. Ja, dat was heel veel. En toen ben ik gaan kijken, maar wat voor verschillende type beleggers zitten daar nou eigenlijk tussen? Want je kunt je voorstellen, 2 miljoen mensen, dat is zoveel. Daar zitten dus sensatiezoekers tussen, hè, die gaan crypto beleggen. Een beetje crypto als game. Ja. Maar er zitten ook hele degelijke beleggers tussen, of groene beleggers. Dus, En de groene beleggers in dit plaatje, dat is de dame links met het gietertje, neem ik aan. Met het parapluutje. Ja. Oh, met het parapluutje. Oké. Okay, nou, ik denk dat wij vanavond ook wel wat groene beleggers of misschien beleggers in spe voor ons hebben. Dus deze twee gasten gaan wij het webinar meedoen. En we moeten wel even van tevoren zeggen dat dit webinar is alleen bedoeld ter informatie. En moet u echt niet zien als een aanbod om te gaan beleggen of als beleggingsadvies. Beleggers moeten zich altijd goed laten informeren over de risico's van beleggen. En daarbij helpt het om verschillende informatiebronnen te raadplegen. Wij kunnen ook mogen geen advies geven over uw persoonlijke situatie. We kunnen alleen informatie geven, zo goed als we kunnen. En daar moet u dan zelf een beslissing over gaan nemen. Nou, een paar huishoudelijke mededelingen. Dit webinar is vanaf morgen ook te bekijken op de website van ASN Bank. Tijdens het webinar stellen we u af en toe vragen met polls, maar u mag ook aan ons vragen stellen. We zullen daar zeker wat van gebruiken in dit webinar, maar meestal komen we niet aan alle vragen toe. Maar u krijgt wel antwoord per mail over een paar weken op uw vragen. Maar u krijgt vanavond na de uitzending al direct een mail met praktische informatie waarnaar wij in dit webinar verwijzen. Dus als we het af en toe hebben over een link of een ouder webinar, of een bepaald onderwerp of een planningstool, in die mail wordt dat netjes op een rijtje gezet, zodat u daar opnieuw naar kunt gaan kijken. Ander in het scherm ziet u dan het hokje waar u vraag kan stellen als u daarop klikt. Maar ook een pijltje om het scherm wat groter te maken op uw monitor als u denkt, nou, ik wil het iets beter bekijken. Dat waren de praktische dingen. Ik wou gelijk maar met een poll beginnen. Dit is de eerste. Ja, beleggen en risico. Dat wordt vaak samen gedacht. Wat denkt u? Wat is voor u het risico van beleggen? Dat u al uw geld kan kwijtraken? Dat u een deel van uw geld kan kwijtraken? Dat uw geld tijdelijk minder waard kan worden? Dat u lange tijd niet bij uw geld kan? Of heeft u nog geen idee? Nou, terwijl we wachten op de verzameling van al uw antwoorden, kost even een beetje tijd. Een vraag die al binnen is gekomen. Fabrice, wou aan jou vragen. Met beleggen is het goed om jong te beginnen, maar is het ook geschikt voor mensen die op latere leeftijd willen starten met beleggen? Ja, deze vraag krijgen mijn collega's van ASN Bank vaker binnen. Hè? Is het ook verstandig om nog te gaan beleggen als je wat ouder bent? Maar eigenlijk de belangrijkste vraag daarbij is, en Rensje zal daar straks ook nog wel wat meer over vertellen, dat is je beleggingshorizon.
Dus hoe lang kun je nog beleggen? En dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar als je meer dan 5 jaar of meer dan 10 jaar zou kunnen beleggen, dan kan je absoluut nog beginnen met beleggen. Dus ook voor mensen die wat ouder zijn, kan het nog best wel een interessante optie zijn. Ja, en ook nog wel goed om te weten, als je zeg maar niet zo oud wordt, dan kan je beleggingspot ook doorgaan naar je kinderen. Of, ja, bijvoorbeeld. Ja, dus daarmee zie je al dat je beleggingshorizon eigenlijk langer is dan je denkt. Ja, heel goed. Dank je wel voor je antwoord. En u bedankt natuurlijk voor de vragen. De uitslag van deze poll. Jongens, gelukkig zegt maar 9% dat je een deel van je geld kan kwijtraken. Of dat je al je geld kan kwijtraken. Maar een deel van mijn geld kan ik kwijtraken. 52%. Mijn geld kan tijdelijk minder waard worden. 14% dat ik lange tijd niet bij mijn geld kan. 11% en 5% heeft daar niet zo'n duidelijk antwoord op. Bedankt voor het beantwoorden van deze vraag. Rensje, voordat we echt met het hoofdonderwerp van het webinar beginnen, even wat zou je moeten doen om al je geld kwijt te raken? Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee, hè? Dat is namelijk al je geld op één paard inzetten of één bedrijf. Ja. Dus bijvoorbeeld, stel je had in coronatijd al je geld op Just Eat Takeaway ingezet. Hè? Dus kennen wij allemaal van thuis bezorgd. Hè? Eat Takeaway. Oké, okay, ja. Dat is het moederbedrijf, zeg maar, waar thuis bezorgd in past. Dus de maaltijdbezorger. Die is afgelopen jaren meer dan 80% in waarde gedaald. Best wel dramatisch. Ja. Maar ook dichter bij huis, onze eigen oude goede Philips. Die heeft echt een vet probleem met apparaten voor patiënten met slaapapneu. Die hebben allemaal schadeclaims aan hun broek en het is nog steeds eigenlijk helemaal niet opgelost, dit probleem. Die is afgelopen jaar geloof ik iets van 65% in waarde gedaald. 65%. Best heftig, ja. Toch? En ja, al je geld kwijtraken, dat gaat eigenlijk het snelste als je in cryptovaluta gaat beleggen. Oh, ik dacht dat je dan altijd gewoon gegarandeerd miljonair werd. Want je hoort allemaal crypto-miljonair, die en die. Maar dat is dus ook maar... Het is een beetje als bij een piramidespel. Hè? Dat in het begin worden de meeste mensen worden rijk. En dan daarna stort het zaakje in. Ja. Dus dat is nu natuurlijk ook een beetje gebeurd. Dus, maar in ieder geval, de boodschap is dus... als je alles op één paard wedt, dan is de kans het grootst dat je geld verliest. Maar dan, weet je, eigenlijk ben je dan aan het beleggen? Nou, dat wou ik zeggen. Voor mijn gevoel ben je dan eigenlijk niet zozeer aan het beleggen, maar aan het speculeren. En dat is echt wel iets anders dan braaf beleggen. Ja, want dat met dat Just Eat, je speculeert, je denkt corona, er wordt heel veel thuis besteld, ik ga daarin investeren. Dat klinkt heel slim. Ja, en wat eigenlijk, en nog meer dan dat, hè, want wat je dan doet is, je zet niet alleen je geld in op één bedrijf, maar je verbeeldt je ook dat je weet wanneer de koers van dat bedrijf weer gaat dalen of stijgen. Want hè, je wil natuurlijk zo'n aandeel verkopen als je er het meeste winst mee maakt. Dus als je de hoogste koers heeft op de beurs. En speculanten die denken dat ze dat moment weten wanneer dat moment komt. Alleen, ja, het zou echt fantastisch zijn als dat werkelijk zo was. Want dan zouden we allemaal heel rijk kunnen worden. Maar in de realiteit kunnen zelfs professionele handelaren op de beurs, hè, die daar heel veel verstand van hebben, die slagen daar het grootste deel van de tijd niet in. Maar je blijft het proberen. Het is natuurlijk ook een superleuk spel, beleggen. Ja. Nou, het gaat heen en weer. En ook in de loop van de tijden. We willen toch even laten zien wat langer termijn beeld. Omdat het nu, denk je, nou, slechte tijd. Maar... Nou, precies. En weet je, ik vind het jammer als mensen beleggen alleen maar associëren met die speculeren. Want je kunt ook best op een hele verantwoorde manier beleggen. Waarbij de risico's die je loopt veel beheersbaarder zijn. En dat is eigenlijk wat deze grafiek laat zien. Heet de MSCI Aquin met een moeilijke term. Nou, wat het eigenlijk is je ziet die oranje lijnen. Dat is eigenlijk de beurswaarde van iets van 3000 bedrijven overal ter wereld bij elkaar opgeteld. En je ziet dus, Judith, van ja, af en toe gaat die wel even omlaag, hè? De beurswaarde van die 3000 bedrijven bij elkaar. Maar kijk je naar het begin en kijk je naar de einddatum, dan zie je dat die beurswaarde gigantisch gestegen. Over een periode van vanaf 87. Ja. Ja, dus dat is meer dan 30 jaar. Maar ook als je bijvoorbeeld, het eind is begin 2022. Hè, maar kijk jij naar wat is er gebeurd tussen 2010
En tweede en het einde is het ook nog steeds is het enorm toegenomen. Ja. Ondanks grote crisis tussendoor. Dus soms daalt die beurs wel, maar op de lange, echt lange termijn, als je niet alles op één paard inzet en je houdt die lange beleggingstermijn aan, ja, dan is het risico beheersbaar en is de kans op rendement vrij groot. Ja, nou, dat gaan we natuurlijk in dit webinar wat meer uitleggen. De AEX was heel hectisch dit jaar. Fabrice, hoe keken jullie er tegenaan bij Impact Investors? Nou, het was inderdaad een heel hectisch jaar. Maar ook weer in dit geval, en daar sluit ik me helemaal aan bij Rensje, moet je toch veel meer als belegger, als langetermijnbelegger, naar de lange termijn kijken. En als je naar de lange termijn kijkt, dan kan je als belegger gewoon een goed rendement maken. Ja. Maar als je kijkt naar die korte termijn, ja, dat is geen goed idee. En dat is ook een beetje, kijk, je ziet hier die AEX, hè, dat is dus de grootste Nederlandse index. Hè, dus dat is een soort mandje van de 25 grootste bedrijven die aan de Nederlandse beurs zijn genoteerd, hè, in Amsterdam. En daar zie je inderdaad, dat is wel 20% gedaald dit jaar, ja, de beurswaarde. Maar wat mij eigenlijk opvalt als je naar het journaal kijkt of kranten leest, dat het heel vaak over het verlies gaat op een dag. Hè? Dus, oh jee, de AEX is 2% gedaald. Onderuit gegaan, zeg je. Ja. Ja. Ja, en dan denk ik, ja, who cares, weet je, want het gaat helemaal niet om die dagwaarde, behalve als je speculeert of beurshandelaar bent. Het gaat om de lange termijn. En zoals we in die vorige grafiek hebben gezien, ja, als je maar gewoon op je handen blijft zitten, je beleggingen op zo'n moment niet verkoopt en lang blijft zitten, echt een x-aantal jaren, dan komt dat altijd wel weer goed met dat verlies. Ja. Nou, dat is heel geruststellend. Maar dat is best moeilijk, hè? Het is ook best moeilijk. En we hopen natuurlijk ook soms beleggen van, oh, ik heb een klapper gemaakt, weet je wel. Mensen houden natuurlijk ook wel een beetje van het avontuur. Dan wordt het eens tijd om u te vertellen hoe de agenda eruit ziet voor dit webinar. We behandelen de meest gestelde vragen over beleggen aan de hand van een stappenplan. Vooraf nadenken over wat uw plannen zijn. Eenvoudig starten en periodiek bekijken. Het eerste blok duurt vrij lang. Tweede en derde zijn heel kort. En in die drie blokken hebben wij eigenlijk de meest gestelde vragen van jullie als kijkers meegenomen. Het was niet allemaal oplezen, maar deze vragen die u hier in beeld ziet, die zijn dus heel regelmatig gesteld. En die worden ook in de loop van dit webinar behandeld. Dus dat is wat we gaan doen. Eens even kijken. Ja, en als u toch nog andere vragen heeft, stel ze dan in die chatbox onderin. Dan gaan we beginnen met de eerste stap. Maak uw beleggingsplan. En voordat we daarmee van start gaan, weer een vraag aan u. Want deel van het plan is, waarom doe je het? Waarvoor ga je beleggen? En hoe zit dat bij u? Een appeltje voor de dorst, wat het ook mogen betekenen. Uw pensioen, studie van een kind, grote uitgaven gepland in de toekomst of nog geen idee. Waar gaat u het voor doen? En straks komen we uiteraard op de uitslag daarvan. Maar Rensje, om te beginnen, van hoeveel geld moet je hebben om te kunnen starten met beleggen? Ja, helemaal niet zoveel. Weet je, want het slimste is toch om niet, stel je hebt een erfenis gekregen, om niet dat een groot bedrag bam in één klap in één product te stoppen. Mm-hmm. Hè? Niet alles op één paard leggen. Ja. Maar het stukje bij beetje te doen. Dus doe elke maand een klein bedragje. Dat kan prima. Maar voordat je begint beleggen, zou ik toch willen zeggen van, check eerst even twee dingen. Eerste is van, heb je wel een buffer? Dus stel je dak gaat lekken, je auto begeeft het en je moet een nieuwe kopen. Moet je dan als een haasje beleggingen verkopen? Of heb je een spaarpotje waaruit je dat kan betalen? En als je nou wil weten van, ja, hoeveel moet ik dan sparen? Hoeveel is verstandig, hè? Dan ga dan even naar de website van het NIBUD. Dat is het is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Ja. En die hebben een heel handig rekentoeltje op hun site. En daar kan je gewoon allemaal persoonlijke gegevens invullen. Inkomen, uitgaven. En dan heb je eigenlijk zo antwoord op de vraag van, hoe groot moet mijn spaarbuffer nou zijn? Ja. Dus dat is het eerste. En het tweede ding dat ik zou checken voordat je begint met beleggen is, heb je nog schulden? Mm-hmm. Dan bedoel ik geen hypotheekschulden. Maar wel bijvoorbeeld dingen die je op afbetaling hebt gekocht. Dus bij Coolblue of Wekamp. Want daar betaal je echt een waanzinnige hoge rente voor. Hebben mensen vaak niet door, maar daar kun je echt niet tegen opbeleggen. Ja. Tegen die woeken rente. Dus
in dat geval, los het eerst af en begin pas daarna met beleggen. Vind jij dat je ook een studieschuld eerst moet aflossen voordat je mag gaan beleggen? Als je wat jonger bent? Dat is een lastige vraag. Ja, want het is wel ingewikkeld. Kijk, ik heb veel studenten gehoord die, terwijl ze nog studeerden afgelopen jaren, gewoon geld leenden maximaal en dat gewoon op de beurs gingen beleggen. En ik snapte dat wel, want ja, ze betaalden 0% rente. Hè? Maar ik zou er toch voorzichtig mee zijn, al was het maar, omdat de rente nu echt best wel hard aan het stijgen is. En ook studenten, die moeten nu rente gaan betalen. Ja. En weliswaar is dat nu nog weinig. Ik geloof dat ze nu 0,5% gaan betalen. Nou, daar zouden jij en ik een gat voor in de lucht springen als we daar een hypotheek voor zouden krijgen. Ja. Maar toch, ik denk, het kan elk jaar bijgesteld worden, hè, die rente op studiefinanciering. Dus ja, ik zou daar toch echt voorzichtig mee zijn. Ja, een andere manier is huis verduurzamen. Ja, dat doen natuurlijk ook heel veel mensen. Echt, denk ook omdat veel mensen zich dood zijn geschrokken van hun hoge energierekening. En dat lijkt me wel echt een goeie. Dat zien we ook op het plaatje. Hè? En gewoon leg zonnepanelen aan. Isoleer je huis beter. Gaat je energierekening omlaag. En ja, dan kan het zomaar zijn dat je op een gegeven moment die investering er weer uit hebt. En dat je dus geld overhoudt. En dat zou je dan natuurlijk ook weer kunnen gaan beleggen. Ja, zo is dat. Eens even kijken, want ik heb de uitslag van de poll. Even kijken. Ik wil beleggen voor, ja, een appeltje voor de dorst, 26%. Zo van, je hebt dat je gewoon wat extra geld hebt, 34% mijn pensioen. Ik ook trouwens, studie van een kind, 4%. Grote uitgaven in de toekomst, 14%. En 22% van de mensen weet het nog niet. Mijn pensioen is dus eigenlijk de grootste groep die daar mee bezig is. Fabrice, jij belegt ook zelf. Wat is jouw doel? Ja, ik beleg inderdaad zelf ook. Ik heb twee doelen. Ten eerste de studie van mijn zoons. En daarnaast beleg ik ook voor een extraatje voor naast mijn pensioen. Dus je bent ook, jij hebt antwoord A en C. Ik zou antwoord A en C hebben ingevuld. Ja, en wanneer ben je ermee gestart? Nou, met beleggen voor mijn zoons vlak nadat ze geboren waren. En ik beleg al, ik geloof dat ik op mijn 30ste ongeveer ben begonnen met beleggen. Maar dat was met name inderdaad voor dat appeltje voor de dorst, voor iets extra's naast je pensioen. Dus ik beleg al heel erg lang. Ja, en jouw zoon kan binnenkort ook echt gaan studeren van dat geld. En dan is er nog wat over voor de tweede. Dat geld, dat beheer ik nog wel, maar dat ga ik wel gebruiken inderdaad voor zijn studie. Ja, dat is heel verstandig trouwens, denk ik, dat jij het beheert. Ja. Dus zo is Fabrice ermee bezig. En jij, Rensje, jij belegt ook zelf. Zeker. Wat is jouw doel? Ik ben ZZP'er, dus ik moet voor mijn eigen pensioen zorgen. Ja. Dus daarvoor beleg ik, dus ook pensioen. Ja. En, maar het is wel zo, kijk, op het moment dat ik met pensioen ga, ik heb nog 16 jaar te gaan voor het zover is. En dan is het ook niet zo dat je dan in één klap al dat geld nodig hebt. Hè? Dus wat je dan doet is dat je stukje bij beetje dat je die beleggingen verkoopt en omzet in contant geld. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vind mijn werk best wel leuk. Dus ik denk dat als ik een beetje fit blijf, dat ik ook na mijn pensioen wel een beetje zal blijven werken. Nou ja, dat is ook een voordeel van beleggen voor je pensioen. Dat je flexibiliteit hebt om het in te zetten wanneer en precies, hoe je wilt. Ja. Alleen vind ik altijd zo moeilijk, want je moet dan sparen en je weet nog niet hoe oud je gaat worden. Hè? Misschien word ik wel 90, dan heb ik dan wel genoeg. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Oké, dus dit zijn hun verhalen over een doel. En voor u is het natuurlijk belangrijk, waarvoor doe je het allemaal? En dan komen natuurlijk de praktische vragen. Nou, Fabrice, daar heeft de ASN Bank een mooie tool voor. Kun je ons eens meenemen over hoe we wat meer inzicht kunnen krijgen in het bereiken van dat doel? Ja, als het goed is zien jullie nu de ASN Doelplanner in beeld. En de ASN Doelplanner helpt je inderdaad met het maken van je plan. Zoals Rensje net ook uitlegde. Hè, wat doen langetermijnbeleggers? Die maken gebruik van de wetenschap dat op lange termijn de beurs een goed rendement laat zien. En met die ASN Doelplanner help je jezelf om een plan te maken. En die ASN Doelplanner die gaan we ook gebruiken als een rode draad door deze presentatie heen. En steeds zullen we onderdelen daarvan uitlichten en toelichten. Nou, hier zie je dus de 5 onderdelen. Het is vrij eenvoudig. 5 onderdelen, eenmalige inleg, maandelijkse inleg, voor hoe lang je gaat beleggen,
welk fonds je kiest, maar ook met welk deel je wil gaan beleggen. En moet je met een eenmalige inleg starten? Dat hoeft niet. Je kunt kiezen voor een eenmalige inleg of een maandelijkse inleg. Maar het minimumbedrag waar je mee moet beginnen, dat is niet heel veel. Dat is €20. Daarmee zou je al kunnen gaan beleggen. Ik heb hier trouwens een vraag van Paul. Een hele grappige. Mogen kinderen ook al beleggen in plaats van maandelijks sparen? Dat denk ik wel dat kinderen mogen beleggen, ja. Want die mogen ook al eens sparen. Ja. Die mogen zo'n rekening openen. Ja. Vanaf welke leeftijd? Dat weet ik niet precies, maar ik denk dat je al vrij jong mag beginnen met beleggen. Ja, grappig. Nou, leuke vraag. Dan kan je gewoon zelf gaan beleggen voor je studie. Of niet, of het is al op voor je dan 17 bent aan een mooie scooter. Je weet het niet. Goed. Laten we verder gaan, de doelplanner. Maandelijkse inleg, vanaf €20 al, ja, zei jij. Vanaf €20 kun je dus al beleggen. Je kunt beginnen met een eenmalige inleg, maar je kunt dus ook maandelijks gaan beleggen, dus periodiek beleggen. En dat is vooral interessant voor jongere beleggers die nog niet zoveel geld hebben. Maar het is ook interessant voor mensen die wat ouder zijn en die misschien al wel een spaarvermogen hebben. Omdat zo kun je ook al een beetje wennen aan beleggen. Want het is natuurlijk best wel eng als je bijvoorbeeld €5.000 of €10.000 of meer bij elkaar hebt gespaard. Om dat in één keer te gaan beleggen. Vandaar dat wij ook zeggen van denk ook een keertje aan maandelijks beleggen. Want ik zie het maar een beetje als je gaat zwemmen naar het zwembad of de zee in. Dan steek je ook eerst even je tenen in het water om te voelen hoe warm of hoe koud het is. En juist met maandelijks beleggen begin je met een bedrag, kan dus al vanaf €20. En zo wen je ook een beetje aan hoe dat is om te beleggen. Ja, nou, de volgende vraag die gaat over de termijn. Bij kinderen en studeren misschien 15, 20 jaar? Of hoe moet je die termijn kiezen? Nou, zoals ik net ook al aangaf, hè, ik heb belegd voor mijn zoons, hè, voor een studie, maar ook zelf voor mijn appeltje voor de dorst. Nou, net zoals wat Rensje net vertelde, en voor hoe lang. Beter is het, maar dat heeft Rensje net ook aangegeven, om lang te beleggen. Want als je lang belegt, dan beleg je eigenlijk door de crisissen heen. Nou, op dit moment zitten we natuurlijk in een crisis. Beurzen die zijn omlaag en ik lees in de financiële media dat mensen hun beleggingen verkopen. Maar dan roep ik toch nog maar eens in herinnering bijvoorbeeld de coronapandemie in 2020. Toen ging de beurs geloof ik met 40% of 50% omlaag. Om aan het einde van 2020 toch weer hoger te eindigen. En daarom maak je eigenlijk ook een plan om die emotie uit te schakelen. Maak een plan, 5 jaar, maar liever 10 jaar of langer. En hou je daaraan vast. Blijf lekker op je handen zitten. En hou vast en ga niet tussentijds verkopen. Want ervaring leert dat als beleggers tussentijds gaan verkopen en dan later weer proberen terug te kopen, dat die uiteindelijk gewoon een slechter rendement halen. Dus lange termijn, ik zou zeggen 10 jaar of meer. En dan heb je gewoon een grote kans dat je een goed rendement haalt. Wat vind jij, wat is jouw mening daarover? Ja, en weet je, het hangt er een beetje van af. Na sommige financiële crisis kan het echt een aantal jaren duren voor de beurs weer op zijn oude niveau staat. En dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Dus ja, ik ben het echt met Maurice eens. Fabrice, doe tenminste 10 jaar en liever 15 of nog langer. Ja. Ja. Nou, ik had laatst geld vrij van iets wat ik wil gebruiken voor een huis over een paar jaar. En toen dacht ik, dat ga ik dan niet beleggen, nee, want dat is te kort. Ja, klopt. Oh, gelukkig. Oké. terug naar de doelplanner, want de volgende vraag die gaat over het kiezen mixfonds. Nou, daar kan jij wat over vertellen hoe dat bij ASN gaat, maar wil ik eerst even naar jou als financieel expertje van, kun je ons wat meenemen in wat mixfondsen zijn? Ja, wat is een mixfonds? Nou, dat is eigenlijk niks anders dan een beleggingsfonds waarin een mix van aandelen en obligaties zitten. En soms ook nog andere beleggingscategorieën. En eigenlijk is dat heel verstandig om niet alleen in aandelen te beleggen, maar ook in obligaties, omdat die elkaar een beetje in evenwicht houden. Misschien is het goed als ik een beetje uitleg ook wat het verschil is tussen aandelen en obligaties. Nou, zien we hier ook op het plaatje. Als je het over aandelen hebt, dat heb ik net ook al eventjes gezegd, van je belegt, je neemt aandelen in een bedrijf en dan word je eigenlijk voor een heel klein stukje
word je eigenaar van dat bedrijf. Dat betekent dus, als het goed gaat met dat bedrijf, nou, dan profiteer jij mee, hè? Want dan worden jouw aandelen meer waard. Dus verkoop je ze op dat moment, nou, dan heb je meer geld in je portemonnee. Maar het betekent ook, als het slecht gaat met een bedrijf, ja, dan, hè, dan heb jij, is het minder waard. Obligaties zijn echt iets heel anders. Dat zijn, als je in obligaties belegt, dan, dat zijn eigenlijk leningen aan, aan een overheid of bedrijf. En daarvoor geldt dat ze eigenlijk, stel dat aandelen heel sterk dalen, dan vangen obligaties een beetje die dip op, als je tenminste veilige obligaties hebt. Dat voert misschien een beetje te ver nu, maar je hebt een verschil tussen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en bedrijfsobligaties. Ja. Je kan je voorstellen, als jij een geld uitleent aan een bedrijf dat eigenlijk zwaar in de problemen zit, ja, dan brengt dat een heel hoger risico met zich mee dan wanneer jij geld uitleent aan een Nederlandse staat. Ja, nou heb ik hier een vraag. Hans die vraagt, ik wil beleggen omdat de spaarrente nul is. Is dat een goed idee als je het vergelijkt met sparen? Hoe moet je het dan bekijken? Nou, dat is natuurlijk ook wel waarom, denk ik, de afgelopen jaren heel veel mensen zijn gaan beleggen. Omdat de spaarrente natuurlijk echt nul en soms op een gegeven moment zelfs negatief was. Dat is natuurlijk nu wel aan het veranderen, omdat die rente weer omhoog gaat. Maar ja, het hangt er wel een beetje van af wat zijn beleggen, wanneer hij dat geld weer nodig heeft. Ja, hè? Precies. Dus dat is ook een beetje wat je bij die mixfondsen voor ogen moet houden. Voor welke mix kies je dan? Ja, wanneer heb je je geld weer nodig? Ja, want we waren bezig met natuurlijk de uitleg over de mixfondsen. Toen kwamen we in de aandelen en de obligaties terecht. En precies, en eigenlijk hangt, zie je ook mooi in deze grafiek, hè, dat risico en rendement gaan gewoon volkomen hand in hand. Dus sparen, bij sparen is het zo dat het risico heel beperkt is. Dat wil zeggen, ja, als jij 1000 euro op je spaarrekening zet, dan weet je zeker dat je dat bedrag ook weer terugkrijgt. Hè? Maar het rendement is ook meestal laag. Hè? Nu krijg je wel weer een heel klein beetje rente misschien, maar nou, mag geen naam hebben. Bij obligaties zie je dat risico dat al iets hoger is. Hè? Ik vertelde net al even, het verschilt een beetje van het type obligatie. Maar over het algemeen werkt dat toch nog wel een beetje als een buffer. Voor als aandelen heel hard omlaag kelderen, dan doen obligaties, die gaan wat langzamer omlaag of zelfs niet. Aandelen, daar loop je het allermeeste risico mee. Dus eigenlijk als je veel in aandelen belegt, dan moet je dus een lange beleggingshorizon hebben. Gewoon vanwege het risico dat het met zich meebrengt. En als je voor een langere periode belegt, hebben we net al even gezien, hè, dan neemt dat risico weer af. Ja, dus dit is een stelsel met twee assen, maar eigenlijk de factor tijd als derde speelt dat ook nog mee. Ja. Nou, laten we eens kijken. Hè. In mixfondsen is dus een combinatie van allerlei aandelen en ook nog een combinatie van aandelen en obligaties. En daarmee hangen risico en rendement samen. Daar gaan we wat beter op in, hoe dat bij ASN Bank zit. Maar ook wat de mixfondsen van ASN Bank nou zo bijzonder maakt, Fabrice. Ja, ik ga inderdaad straks wat meer vertellen over de mixfondsen. Maar ASN Impact Investors is gestart in 1993. Toen zijn we eerst gekomen met wat reguliere fondsen, zoals aandelen- en obligatiefondsen, maar ook een aantal impactfondsen. En pas in 2017 hebben we de mixfondsen geïntroduceerd. Maar wat maakt beleggen, betalen en sparen bij ASN nou zo bijzonder? Dat is natuurlijk de duurzaamheid. En hier zien jullie in beeld de drie pijlers: klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. En elk project of elk bedrijf waarin wij investeren, die toetsen we aan deze drie pijlers. En die zijn voor ons alle drie even belangrijk. En nou, we hebben daar een heleboel over geschreven, allemaal duurzaamheidscriteria over ontwikkeld. Hebben we vastgelegd ook in het beleidsdocument. En die kun je teruglezen op de site. Maar dat is nogal saai, dus laten we die niet allemaal door gaan werken. Ik heb twee bedrijven heb ik uitgekozen om te bespreken. En deze twee bedrijven laten denk ik mooi zien op wat voor duurzaamheids- en financiële gronden we gekozen hebben voor dit soort bedrijven. Want wij hebben dus een bedrijf of een universum. En daar moet je in zitten. En pas als je in het bedrijfsuniversum zit, dan kunnen wij in die bedrijven beleggen. En je komt er pas in als bedrijf, als je bedrijf voldoet aan een
positieve aan die... bijdrage aan de biodiversiteit. Ja, klopt, ja. Klopt. Nou, en deze twee bedrijven wil ik graag kort met jullie bespreken. Renewy en Lenzing. En laat ik met Renewy beginnen. Renewy is een afvalverwerker. En dan zouden jullie denken van, goh, wat doet hij nou thuis in een duurzame portefeuille? Maar Renewy is niet alleen een afvalverwerker. Het is eigenlijk een soort recyclingbedrijf. En als je ook kijkt naar de naam Renewy, het is een Engelse naam, dan zit het woord hergebruik zit er al in. Mm-hmm. En als je ook leest hun payoff, Waste No More, hè, zij zeggen ook afval bestaat niet. En dat maken ze ook waar? Nou, dat maken ze absoluut waar. Ze hebben nu als doel gesteld om in 2025 75% van alle afval die ze inzamelen, om die weer om te bouwen tot nieuwe grondstoffen. Want we kunnen allemaal bedenken, die grondstoffen kunnen natuurlijk uit de grond halen, maar het kost enorm veel energie, een heleboel CO2 en milieuschade. En je kunt veel beter kun je van minder je afval... kopen. Je kunt ook minder kopen, absoluut, helemaal eens. Maar je kunt ook ervoor zorgen dat het afval wat je maakt, dat je dat weer hergebruikt. Nou, en een bedrijf als Renewy is daar heel erg goed in. Ja, en Lenzing? Het tweede bedrijf wat ik wil bespreken is Lenzing. En dat Renewy kennen denk ik wel veel bedrijven, want vanmorgen... Die zien we ook rondrijden, hè? Klopt. Ja. Vanmorgen fietste ik naar mijn werk en toen fietste ik langs zo'n grote bak... met afval van Renewy, dus daar moest ik nog denken aan vanavond. Het tweede bedrijf wat ik wil bespreken is Lenzing. Lenzing is misschien een wat minder bekend bedrijf, maar is een bedrijf uit Oostenrijk, natuurlijk ook beursgenoteerd. Maar Lenzing maakt textielvezel uit houtpulp. Oh ja. En dan denken we bij mezelf, waarom is dat nou interessant? Nou, normale textielvezels, die kennen jullie allemaal, bijvoorbeeld zoals wol, maar katoen, maar ook synthetische textielvezels. Die geven natuurlijk milieudruk, sociale problemen, maar bijvoorbeeld ook bij synthetische vezels. Die zijn natuurlijk niet afbreekbaar, biologisch afbreekbaar. En Lenzing heeft een proces ontwikkeld om uit boompulp textielvezels te maken. En dan denken jullie, dat zal wel een heel modern nieuw bedrijf zijn. Nee, het bedrijf bestaat al vrij lang en levert echt aan honderden kledingmerken leveren zij, zeg maar, die grondstof. Hoe heet die vorm, dat soort textiel? Nou, de oude vorm heet viscose, maar zij hebben een nieuw gepatenteerde textielvezel ontwikkeld, Lyocell. En die verkopen ze, zeg maar, aan een heleboel kledingmerken. Ik heb er een paar opgezocht, maar ik roep ook iedereen op om eens een keertje naar die site te kijken. Maar bijvoorbeeld Levi's, maar ook bijvoorbeeld H&M leveren ze aan. Patagonia, wat ik zelf natuurlijk ook een mooi buitensportmerk vind. Maar ook de North Face en Triumph. Allemaal merken waar dit bedrijf aan levert. Even kijken, mijn jasje. Je hoort soms van die namen. Ja. Lyocell, hoor ook Modal. Ja. Het zijn allemaal nieuwe. Ja. Nou, in ieder geval twee mooie voorbeelden van bedrijven die dan in dat universum en in de mixfondsen zitten van ASN Bank. En zijn jullie net zo kritisch op de obligaties als het gaat over wie er wel en niet in komt? Ja, we zijn net zo kritisch op de obligaties. Ja. Obligaties investeren we met name in staatsleningen. En ook, we kijken ook absoluut naar de landen waar we in beleggen. Of we die oké vinden of niet. Ja. Ja, goed. Dus de mixfondsen, daar hadden we het over. Want de vraag in die doelplanner is, welke van de 5 mixfondsen wilt u kiezen? En hier op dit plaatje zien we dan die 5 soorten. Kun je doornemen wat het verschil is tussen 1 tot en met 5? Jazeker. Nou, met de kennis die Rens net ook aan ons uitlegde over lange termijn beleggen, hebben we dus die mixfondsen hebben we ook ontwikkeld. En we hebben er 5 ontwikkeld. En daar hebben we steeds het risico voor de belegger hebben we centraal gesteld. Want direct in het volgende plaatje zal ik ook laten zien hoe dat beter uitwerkt. Maar ik wil eerst even stilstaan bij die rondjes die jullie zien hier in beeld. Die rondjes, dat is de risicometer en die is ontwikkeld door de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. En alle fondsen in Nederland moeten een risicometer hebben. En die risicometer die is bedoeld voor de belegger. Want daarmee kan de belegger zien hoe risicovol zijn fonds is. Dus met risico bedoelen we dus het op en neer gaan van de prijs, de koers van het fonds. Ja. Nou, je zit bij zeer defensief vakje 3 en bij zeer offensief zie je vakje 5. En dan gaan we naar de volgende plaat die jullie nu in beeld zien. Dus wel goed om hier even kort bij stil te staan. Want hier zie je weer de 5 mixfondsen van ASN. Links zeer defensief en rechts zeer offensief.
En het gaat met name om de vlakjes en met name de groene vlakjes die je daar ziet. Dat is de gemiddelde verwachte rendement van deze fondsen over lange termijn. Dan zie je dat het groene vlakje bij zeer defensief wat kleiner is en bij zeer offensief wat groter is. Maar risico en rendement gaan bij beleggen altijd hand in hand. Dus stel je voor, je kiest voor het mixfonds zeer offensief. Heeft dus een verwacht rendement van bijna 5,5%. En dat is natuurlijk best een interessant rendement. Om dat over langere jaren per jaar te halen. Vergelijk dat maar eens met de spaarrente die je de afgelopen paar jaren kreeg. Is dat natuurlijk best interessant. Alleen je moet ook kijken naar de uitslagen naar boven en naar beneden. Dus de rode vlakken en de bruine vlakjes. De bruine vlak laat zien hoeveel het fonds in een enkel jaar kan stijgen. En het rode vlak laat zien hoeveel een fonds in een enkel jaar kan dalen. Nou, als je die twee bij elkaar optelt, kom je op langere termijn kom je op het gemiddelde rendement uit. Ja, heel goed. En dan is daar binnen zo'n fonds een andere verhouding tussen aandelen en obligaties? Ja, en dat zie je dus op dit plaatje. Dat heeft Rensje natuurlijk net ook al uitgelegd, hè, over hoe obligaties werken. En en hoe aandelen die werken. Die werken dus risicoverlagend eigenlijk. Ja, ja. Obligaties fluctueren vaak minder hard op de beurzen. Terwijl obligaties die fluctueren vaak wat harder op de beurzen. En dat heeft gewoon te maken ook met die eigendomstructuur waar Rensje het net over had. Maar dan ga ik misschien... Je bedoelt het net andersom, hè? Ja, dus aandelen... Dus aandelen fluctueren meer dan obligaties. Fluctueren meer, maar dan ben je eigenaar van een bedrijf. Ja. Terwijl bij een obligatie heb je een lening. Ja, precies. Want iemand zegt obligaties zijn leningen, maar aandelen zijn toch ook een soort leningen? Dat is niet zo. Je bent deels eigenaar. Ja, ja. Je investeert echt in een bedrijf. Ja, klopt. Ja. Nou, en hier zie je, in dit plaatje zie je dus bij zeer offensief zie je meer aandelen en bij zeer defensief zie je meer obligaties. Maar het bijzondere van de mixfondsen, bij ASN in ieder geval, is dat we ook microkrediet hebben toegevoegd daaraan als extra beleggingscategorie. Ja. En de theorie achter mixfonds is, hoe meer beleggingscategorieën je combineert die niet met elkaar een relatie hebben, hoe beter dat is op lange termijn voor je risico en je rendement. Oké. Super. Hey, ik heb een paar kijkersvragen die ik echt even kort zou willen behandelen. Want het zijn leuke vragen, maar dan gaan we weer verder met ons verhaal. Hoe flexibel is je maandelijkse inleg? Als je gezegd hebt, ik stop er spaar niet. Ik stop er 100 euro per maand in. Kan je dat op elk moment veranderen? Elk moment kun je dat veranderen. Compleet flexibel. Okay, je kan ermee stoppen, wat ik niet zou doen, maar je kan het verhogen. Ja. Als je bijvoorbeeld een andere baan hebt gekregen, je hebt meer inkomen, kan je het verhogen. Je kunt het ook tussentijds verlagen. Compleet flexibel. Oké. Een andere vraag voor jou, denk ik. Geldt dit hele verhaal ook voor grote bedragen boven de 100.000 euro? Of zijn dan andere keuzes beter? Maakt dat nog uit? Wat begrijp deze vraag niet helemaal. Ja, of het verhaal, want we hadden het over sparen het met over kleine mixfondsen, bedragen. Hè? Maar kunnen we dit verhaal ook net zo goed plakken op iemand die zegt, ik heb 100.000 euro en nou, ik wil dat. Ja, daar hebben we het volgens mij ook al eventjes over gehad. Dat zelfs als jij één groot bedrag ineens wil gaan beleggen, hè, dat het toch verstandiger is om dat in partjes te doen. En dat heeft ermee te maken dat de beurs heel erg gedurende de tijd. Ja, want dan middel je eigenlijk een beetje die verschillen weg. Dus de ene dag staat de koers op de beurs hoger dan de andere dag. Als jij al je geld inlegt toevallig op de dag dat de beurs heel laag staat, dat is dan, het is gunstiger om dat een beetje verspreid te doen. Oké. Okay. Ja. Dat waren ze. Voor nu. Oké, waar waren wij gebleven? Ja, we hebben het over, ik wil nou wel graag weten dan, dat wilde u eigenlijk weten uit uw vragen naar de bank, maar hoe hebben de fondsen het gedaan de afgelopen tijd? Ja, dat is waarschijnlijk een vraag voor mij. Want net heb ik natuurlijk uitgelegd hoe de mixfondsen in elkaar zitten en wat de verwachte rendementen zijn. Die verwachte rendementen worden overigens berekend door Ortec. Dat is een onafhankelijk financieel bedrijf die met name werkt voor verzekeraars en pensioenfondsen. Maar dit zijn de rendementen die we de afgelopen 5 en de afgelopen 10 jaar daadwerkelijk gehaald hebben met de mixfondsen. En zo zie je, en in dit beeld zie je ook dat het klopt met wat we net hebben uitgelegd over, als je zeer defensief of defensief, dan zijn de opbrengsten wat minder hoog in vergelijking met offensief en zeer offensief. Mm-hmm. Alleen, je zult zien dat bij zeer offensief
dan gaan de koersen gewoon wat harder omhoog en omlaag. Maar ik wil nog één ding wil ik hier in het plaatje laten zien. En dat is bij het mixfonds zeer defensief over 5 jaar staat een negatief rendement. Ja. En het blijft beleggen. En dat benadrukt nog maar weer eens een keertje dat je beter voor langere periodes kan gaan beleggen. Dus 5 jaar is een soort minimum, maar eigenlijk moet je voor 10 jaar of voor langer beleggen. En als je voor 10 jaar of langer belegt, is de kans gewoon veel groter op een goed rendement. Nou, laten we dan eens teruggaan naar de belofte in dit webinar. Met kleine bedragen een groot vermogen opbouwen. Kun je dat eens illustreren met die doelplanner? Ja, dan zijn we inderdaad weer hier terug bij de doelplanner. En inderdaad, de titel van het webinar is natuurlijk met kleine bedragen een groot vermogen opbouwen. Nou, we hebben hier een voorbeeld hebben we genomen. 100 euro gaan we inleggen. Dat gaan we voor 20 jaar doen. En we kiezen hier in dit geval voor het ASN Duurzaam Mixfonds zeer offensief. En aan de rechterkant komen dan de uitkomsten. Dus iedereen kan, dus alle de kijkers die thuis zitten, kunnen dit thuis ook gewoon doen. De doelplanner staat op de website van ASN Bank. En daar kun je dus dit soort dingen in gaan vullen. En daar kan je dan een beetje mee gaan spelen. Nou, aan de rechterkant zie je dus de uitkomsten. En voor de wiskundigen onder ons, dit is een normaalverdeling. Dus je hebt het goede scenario, het gemiddelde scenario en het slechte scenario. Maar de kans dat je op een goed of een slecht scenario uitkomt is niet zo heel erg groot. Het bulk van de uitkomsten zit zeg maar in dat gemiddelde. En dat is in dit geval dus 44.000 euro, terwijl je maar 24.000 euro hebt ingelegd. Dus, maar ik roep iedereen op, ga naar die doelplanner toe. Vul daar voor jezelf wat dingen in waar je jezelf comfortabel bij voelt. Kijk ook inderdaad naar dat slechte scenario, naar dat goede scenario. En, kan je hem ook andersom gebruiken? Dat je zegt, nou, ik wil voor mijn pensioen op die leeftijd dat bedrag hebben. Wat moet ik daarvoor doen? Dat kun je ook. Zo kun je hem ook indelen. Dat is een andere manier om er naar te kijken. Maar we hebben deze manier gekozen omdat we ook nou, ons willen richten op wat jongere mensen. Die misschien nog niet zoveel geld hebben. En die misschien ook nog niet echt een doel hebben. Maar die maandelijks wel een bedrag kunnen missen. En zo met deze doelplanner aan de slag kunnen gaan. Nou, dit is dus het slechte scenario, maar ik heb ook de periode nog eens 10 jaar opgerekt. Hè? Dus niet 20 jaar beleggen, maar 30 jaar beleggen. Wat gebeurt er dan? En dan zie je dus dat de gemiddelde uitkomsten in één keer verspringen van 44.000 euro naar bijna 100.000 euro. En dat is ook wel wat we het rente-op-rente-effect noemen. Namelijk dat je gaat steeds weer je rendement ga je weer herinvesteren. En dan kom je dus op hele interessante en mooie en grote bedragen kom je uiteindelijk uit. Precies, ja. Prima. Nou, dat was het eerste blok. Een heel uitgebreid blok waarin we hebben laten zien dat beleggen een stuk risicovoller is dan sparen. Maar dat je risico's op allerlei manieren kan verminderen. Door bijvoorbeeld niet 1 aandeel te kopen, maar een mixfonds. Door binnen zo'n mixfonds te kiezen voor ofwel offensief ofwel defensief. Defensief wat minder kans op verlies, maar ook wat minder kans op grote winst. En met zeer offensief is het natuurlijk wat hogere winsten, maar je kan ook wat meer verlies maken. Maar als je periodiek inlegt of ook periodiek uithaalt, verminder je dat risico ook weer. Nou, we hebben ook gezien dat u als u bij ASN Bank belegt, dat u donkergroen belegt. Er wordt goed gekeken naar welke bedrijven wel of niet passen bij de doelstellingen, de strenge, hoge doelstellingen van ASN Bank. En op die manier kunt u een keuze maken uit die 5 verschillende mixfondsen. Hoe langer beleggen, hoe beter. En gebruik vooral eens die doelplanner om zelf te kijken of u het interessant vindt of het past bij uw persoonlijke doelen. Want daar start het natuurlijk allemaal mee. Goed. Dan gaan we nu eens kijken hoe het dan praktisch moet. Als u denkt, ja, ik wil dat wel, nemen we u even mee in de praktijk. Maar eerst nog een poll. Want we zitten natuurlijk in een tumultueuze tijd op de beurs. Dit is ook al genoemd, zijn er ook wat vragen over gesteld. Maar wat denkt u? Wat is een goed moment om dan te gaan starten met dat beleggen? Tijdens een crisis, als de koersen laag staan. Net na een crisis, net als die prijzen weer gaan stijgen en die koersen. Of zegt u, ieder moment is eigenlijk wel een goed moment om te gaan beleggen?
benieuwd wat u daarvan vindt. En er was ook een vraag over. En dan wil ik even bij jou beginnen, Rensje, van Stan. Er lijkt zich een recessie aan te dienen. Is het überhaupt wel verstandig om nu te gaan beleggen? Zijn de risico's nu niet een heel stuk groter? Ja, ik snap die vraag van Stan wel. Ja. Want we willen natuurlijk allemaal voorkomen dat we vandaag een bedrag inleggen en dat vervolgens de beurs nog verder omlaag lazert dan die dit jaar al omlaag gevallen is. Hè? Ja. Alleen de realiteit is dat we nooit weten wanneer het dieptepunt bereikt is. Weet je, het kan, kijk, dat zie je ook in die grafiek hier nu. Ja. Het kan zijn dat we nu op punt 3 zitten. Hè? Dus aan de beurs is aan het dalen en hij gaat nog een heel erg tijd doordalen. Het kan ook zijn dat we nu op het dieptepunt zitten en op punt 6 al zitten. Dat de beurs weer opveert. Er is echt geen wijs woord over te zeggen, want we hebben geen glazen bol. En het kan echt alle kanten opgaan. Dus ik zou zeggen, nee, elk moment is wel een goed moment. Alleen spreid die beleggingen alsjeblieft. En leg niet alles in als je een wat groter bedrag hebt. Leg niet alles in één keer in, maar wat we al eerder uitlegden, Fabrice ook uitlegde, doe het stukje bij beetje. Dan zorg je dat risico toch weer beheersbaar is. Goed punt. En als ik daar misschien nog één ding aan mag toevoegen, is dat de beurs werkt een beetje als volgt. De beurs is een soort barometer en die kijkt ook vooruit. Dus alle zeg maar onzekerheden die in de markt zitten, die zijn nu al in de beurs verwerkt. En ik ga absoluut geen advies geven, maar Je moet ook bedenken dat de beurs is natuurlijk al een beetje naar beneden gekomen. In sommige gevallen al 20% of 30%. Maar ik ga je geen advies geven. Maar het is wel, inderdaad, ik sluit me helemaal aan bij Rensje. Elk moment is een goed moment. Zeker als je voor de lange termijn belegt. Nou, 51% van u is ook van mening dat ieder moment een goed moment is. 13% zegt je moet net na een crisis, als de koersen stijgen. Alleen, ja, we zagen net ook al aan de grafiek dat wanneer weet je dat nou of je daar bent? Hè? Als we dat zouden weten, dan zou dat inderdaad het beste moment zijn. Ja, dat weten we dus niet. Ja. En 36% van u heeft gezegd tijdens een crisis, als de koersen laag staan, dan is een goed moment om in te stappen. Ook dan geldt weer het punt, Fabrice, wat is laag? Ja, dat weet je eigenlijk nooit. Maar ik sluit me ook helemaal aan bij Rentje. Als we het over periodiek beleggen hebben, dan beleg je voor langere tijd kleine stukjes. En dan koop je nooit alles op het hoogste moment aan. En dat is dus voor jongere beleggers is het interessant, die nog niet zoveel geld hebben, om te beginnen met periodiek beleggen. Maar ook als je al wat gespaard hebt, ook dan zou ik zeggen, begin gewoon met periodiek beleggen. En zei ik drie redenen waarom het interessant is. Omdat je het spreidt. Maar het tweede ook is, je koopt ook elke keer weer laag in. Als de beurs naar beneden gaat, dan koop je ook op dit moment laag in. En dat is zeg maar ook voor het moraal is dat goed. En het derde punt is, meer waar voor je geld. Inderdaad. Meer. En het derde punt ook is, je koopt toch in. Want je doet het automatisch. Ja. Terwijl als je het niet automatisch zou doen, zou je op dat moment misschien niet willen kopen. Omdat je denkt, ja, nu staat de beurs laag. Laat ik het nou maar niet doen. Ze zeggen ook wel eens, beurs is emotie, hè? Zeker. Ja, beurs is heel veel emotie. Ja. Maar dan moeten wij juist zonder emotie. Klopt. Dat pleit juist voor periodiek beleggen. En voor het maken van een plan. Dus ook dat. Plan maken, langdurig beleggen, zodat je eigenlijk die emotie. En daardoor wordt beleggen ook een stuk saaier. Ja. Maar vaak is, zeg maar, saai beleggen is wel, heb je de kans op het beste rendement aan het eind van de rit. Ja. Ja, heel goed. Even denken. Ja, we hebben de uitslag gehad. Oh ja, deze zou ik ook nog even kort toelichten. Oh ja, want die ga ik eigenlijk niet kort toelichten. Want we zijn natuurlijk ook alweer bijna 50 minuten bezig. Maar dit is een voorbeeld van periodiek beleggen. Je ziet in periode 1 staat de koers op 50. En in de laatste periode staat de koers ook op 50. En deze belegger, die heeft dus 5 keer is die periodiek gaan beleggen. Voor 150 euro per maand. Voor 150 euro per maand. En aan het eind van de rit heeft hij dus 100 euro winst gemaakt. En hoe dat kan, dat zult u zien als u zelf deze slide gaat bestuderen. Klopt. Ja. Deze casus heeft de ASM-bank uitgelegd op zijn website. Dus ik roep ook iedereen op, ga daar eens kijken om toch meer gevoel te krijgen
bij wat periodiek beleggen voor jou kan betekenen. Ik heb nog een vraag over die mixfondsen. Iemand vraagt van, zou het nuttig zijn om niet in één, maar in meerdere mixfondsen, bijvoorbeeld één defensief, één zeer offensief te beleggen, bijvoorbeeld omdat je andere doelen met een andere tijdspanne hebt voor die potjes geld? Oh, die vind ik wel interessant, ja. Want als dat zo is, dan kun je inderdaad verschillende mixfondsen aanwenden. Maar als je dezelfde doel hebt en dezelfde tijd, dan zou ik zeggen, dan moet je gewoon in één mixfonds zijn. Want dan ben je de boel, zeg maar, dat heeft geen zin. Maar als je verschillende tijdspannen hebt, dan begrijp ik dat heel goed, ja. Ja, oké. Okay. Nou, leuke vraag. Hartstikke goed. Laten we verder gaan. Ik wil gewoon beginnen. Wat moet ik dan praktisch doen? Nou, het is eigenlijk heel erg eenvoudig. Het is bijna net zo eenvoudig als het openen van een spaarrekening. Je opent een beleggingsrekening of je opent een ASN doelbeleggerrekening. En dan maak je eigenlijk geld over naar die rekening. En dat komt dan op het gelddeel van je rekening te staan. En vanuit het gelddeel van je rekening, dat is eigenlijk gewoon een soort spaarrekening. Daar vandaan koop je fondsen aan. Zo simpel is het. En moet je dat ook zelf doen, dat aankopen van die fondsen? Uiteindelijk moet je dat aankopen, moet je wel zelf doen. Maar als je een doelplan beleggen hebt gemaakt, word je er wel op geattendeerd. Maar moet je dus elke maand ook zeggen, nee, ik koop aan? Nou ja, als je niet automatisch belegt of niet periodiek belegt, dan moet je dat inderdaad zelf doen. Ja. Maar het is natuurlijk veel makkelijker. En om de redenen die we net hebben verteld, is het veel makkelijker, maar ook beter om het gewoon periodiek te laten doen. Ja. En dan doet de rekening het zelf. Maar je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat er genoeg geld op het gelddeel van je beleggingsrekening staat. Ja, en eventueel een dividend of wat dan ook, daar gaan we verder niet op in, maar dat komt ook weer op die rekening terecht, op die geldrekening. Dat hangt van het fonds af, hè? Of het automatisch wordt herbelegd, de dividend of niet. Ja. Maar dat is misschien weer iets voor een ander webinar. Ja, ja, maar bij ASM Bank worden dividenden automatisch herbelegd, tenzij je ervoor kiest om dat niet te doen. Ja, maar als je zegt om wat voor reden ook toch je aandelen zou willen verkopen, wat op elk moment kan, dan komt dat geld weer terug op die rekening te staan. En dan kan je het er weer uithalen. Klopt. Oké. Okay. Ja, periodiek beleggen. Hè, dat kan dus bij ASM Banken maandelijks of jaarlijks. Maar in ieder geval vanaf een bedrag van 20 euro per maand. Hoe zit dat bij andere banken en beleggingsfondsen? Nou, het kan niet bij alle partijen. Nee? Bij de meeste aanbieders wel. Maar ik kan me herinneren dat ik een paar jaar geleden een keer bij de Giro. Dat is ook zo'n heel grote beleggingsplatform, hè, voor mensen die doe-het-zelf beleggen. Ja. En daar kon het niet. Dus als jij overweegt om bij een nieuwe aanbieder te gaan beleggen, check dat even van tevoren. Moet me ook nog even iets van het hart naar Maurice, of Fabrice, sorry, zijn enthousiaste verhaal over mixfondsen. Ja. Wat me wel opvalt is dat mixfondsen zijn vaak wel relatief duur. Dus je kan, als je echt breed gespreid verantwoord wil beleggen, kan je ook voor de helft van het geld dat doen. Oké, ja, als ik het vergelijk met de 1,3 à 1,5% die mixfondsen kosten, hè, bij je ASM Bank. Ja, je kunt voor de helft van het geld. Alleen dan is de kans wel groot dat het wat minder donkergroen is. Want dus eigenlijk, er zijn heel veel duurzame beleggingsfondsen inmiddels. Maar de meeste daarvan zijn lichtgroen. Vind je ook dat ASN er wat dat betreft uitsteekt als groene betrouwbaar? Nou, er zijn er meer. Zijn er in Nederland een paar. Maar dat, het is meer van, dat is dus echt een persoonlijke keuze. Hè? Van, vind je rendement het allerbelangrijkste? Of vind je eigenlijk dat duurzame minstens zo belangrijk? En ben je bereid om daar ook weer wat rendement aan in te leveren? Want je moet je bedenken, de kosten gaan van je rendement af. Ja, zijn jullie een duur fonds met die strenge groene moraal? Nee, wij onderzoeken de prijzen van onze fondsen elk jaar. En dan vergelijken we natuurlijk in de markt, zeg maar. En wij zijn absoluut geen duur fondshuis. Maar er zijn inderdaad wel, wat Rentje zegt, zijn mogelijkheden om het goedkoper te doen. Maar bij ASN krijg je daar inderdaad, wat Rentje ook vertelde, echte donkergroene fondsen voor terug. En want ja, we moeten natuurlijk goed onderzoek doen naar alle projecten en bedrijven waarin wij investeren. Maar belangrijker nog is, we hebben wel de overtuiging dat de bedrijven waarin wij investeren, de duurzame bedrijven met die toekomstvisie, dat die uiteindelijk de kosten die je maakt in het fonds goed maken. Dat is de doelstelling, en die kun je ook terugvinden in de prospectus. De doelstelling is om die kosten weer goed te maken. Nou, hier heb ik de kosten even in beeld gebracht, omdat wij gewoon transparant daarover willen zijn. En daarom laten we dit ook zien. Ik heb net een slide laten zien over de netto
de netto-rendementen van de netto-rendementen van de fondsen. En daar zijn de kosten al vanaf. Okay. Dus je krijgt als belegger met twee kosten te maken. Kosten voor de bank, kosten voor het fonds. Maar die kosten voor het fonds zijn er bij die netto-rendementen al vanaf gehaald. Oké, okay, hartstikke goed. Hoe zit het met een ander aspect van kosten, de belasting die je betaalt over beleggingen? Ja, nee, beleggingen die vallen in hetzelfde hokje als spaargeld voor de Belastingdienst. Ja. Dus je betaalt belasting. Het is alleen wel zo dat je een vrijstelling hebt. Ik meen, dat verandert elk jaar een beetje, dat bedrag. Maar dat zit volgens mij dit jaar op rond de 37.000 euro per persoon. Dus pas als je beleggingen boven daaruit... Ja, we gaan naar de grote bedragen, hè? Dus als je al 20 jaar voor je pensioen aan het sparen bent en je hebt 4 ton staan, en ik noem maar wat, dan moet je daar dus ook wel flink belasting over betalen. Ja, over het zit in box 3. Ja. Ja, dat is dus zo. Dat is een beetje een nadeel. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Ja. Oké, laten wij verder gaan naar het laatste onderdeel. En dat is, als u nou eenmaal die rekeningen, die beleggingen heeft, hoe doe je het onderhoud? Bekijk periodiek de voortgang van je beleggingsplan. Fabrice, moet ik dagelijks... de boel bijhouden? Nou, ik denk dat iedereen mijn antwoord wel een beetje kan raden. Ja, op je handen zitten. Op je handen zitten. Ben ik dat daarin, dat luie... Ja, dat is de belegger. De belegger kan lekker onderuit liggen. Nee, als er iets wijzigt in je persoonlijke situatie, dan is het altijd goed om naar je beleggingen te kijken. Maar zolang er in je persoonlijke situatie niks is gewijzigd, je hebt een plan gemaakt met jezelf. Ik heb afgesproken om over een lange periode te gaan beleggen. Dan zou ik niet elke dag naar de koersen gaan kijken. Want daar word je zelf ook alleen maar zenuwachtiger van. En daar gaat de emotie een rol spelen. En dat heeft gewoon geen zin. Je moet de wetenschap of de ervaring laat zien dat die beurs over langere termijn gewoon groeit. En daar moet je gewoon vertrouwen in hebben. En gewoon hou je vast aan je plan. Want als je emotie een rol gaat laten spelen, dan ga je uiteindelijk alleen maar slechte rendementen dan moet mee krijgen. Je jezelf een beetje tegen beschermen eigenlijk. Is het niet verstandig om naarmate je bijvoorbeeld dichter bij je pensioenleeftijd komt, van offensief naar meer defensief te gaan? Ja, en er zijn zelfs aanbieders waar je dat automatisch kan laten, waarbij het vanzelf gaat. Ja. Ja. Ja, maar ook alweer, ja. Dat zijn best lastige beslissingen nog. Ja. Eens even kijken. Ik heb hier ook nog een vraag, Fabienne. Moet de looptijd van een belegging van tevoren worden vastgelegd? Of is dat een indicatie voor jezelf? Moet de looptijd? Nee, die hoef je niet van tevoren vast te leggen. Nee, dus je geld staat ook niet... Je stapt gewoon in wanneer je wilt. Ja. En je stapt ook weer uit wanneer je dat wilt. Ja. Ja. Overigens, er was nog een plaatje wat we even wouden laten zien voor wat extra informatie. Fabrice, gids voor beleggers. Dat is een... Ja, het is natuurlijk altijd goed als beleggers zich vooraf inlezen in hoe beleggen werkt. Nou, daar is een webinar zoals dit natuurlijk heel goed voor. Maar er staat op de ASM-bank, heeft ook een website. En daar hebben ze een soort gids voor beleggers met allemaal vragen. Hele eenvoudige vragen, hele ingewikkelde vragen. En echt een hele bak met vragen. Kijk daarnaar en daar staat vast wel een antwoord tussen. Oké. Okay. Als laatste hierin, antwoord D was bij de eerste poll, wat is het risico van beleggen? Was toch 11% die zei dat ik lange tijd niet bij mijn geld kan. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Ik snap de verwarring wel, hoor. Want wij, Fabrice en ik, hebben het de hele tijd over lange termijn is belangrijk en zo. Maar als jij gewoon aandelen of obligaties koopt op de beurs, kan je ze elk moment weer verkopen ook. Het enige is dat wij zeggen van, het is veiliger om het niet te doen. De kans op een goed rendement neemt toe als je het niet de hele tijd verkoopt, koopt en verkoopt, maar het gewoon lange tijd aan zijn lot overlaat. Ja, maar het is niet zoals vroeger dat je een spaarbrief kocht voor 10 jaar. Het is compleet flexibel en vrij. Nee. Dus als het echt de nood aan de man is en je hebt op de een of andere manier onverwacht geld nodig, dan kun je beleggingen elke dag weer verkopen. Ja, dat is ook weer het voordeel. U heeft het helemaal in eigen hand wat dat betreft. Goed, we hebben nog één polvraag ter afsluiting, want we komen naar de afronding. Is uw mening over beleggen veranderd? Daar zijn we eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. En zegt u, misschien is het ook inderdaad wel wat voor mij. Antwoord A. Antwoord B. Ik snap de risico's van beleggen nu beter. C. Beleggen is minder moeilijk dan ik had gedacht. D. Beleg ik al met minder geld dan ik dacht. Of E. Niet echt veranderd.
Laat het ons nog even weten. Nou, we willen ook heel graag weten of u misschien uw mening kwijt wil over dit webinar. Vond u het interessant of niet? Heeft u op- of aanmerkingen over ons, dingen gemist, ideeën voor volgende webinars? Dat horen we heel graag. Dus een paar minuutjes tijd om die evaluatie in te vullen. Dank u zeer. Morgen nogmaals staat het website van ASN, staat dit webinar. En u krijgt dus na afloop straks een mail met al die handige dingen die door Rensje en Fabrice genoemd zijn. En een antwoord op vragen duurt wat langer, hè? Maar u krijgt het wel. Eens even kijken. We laten nog een keer deze disclaimer zien om even te vertellen hoe u dit webinar moet zien. Dus niet als een advies, maar als voorlichting. En dan ga ik even kijken naar de uitslag van die poll. Hopelijk zijn de stemmen al binnen. Nou, ik heb... heel veel van u is uw mening niet echt veranderd. Maar dan is toch misschien inderdaad wat voor mij 26%. Ik snap de risico's nu beter, 7%. Het is minder moeilijk dan ik dacht, 14%. En beleggen kan met minder geld dan ik dacht, 13%. Nou, super fijn dat u ons vragen gesteld heeft en dat u onze vragen heeft willen beantwoorden. Het hele uur met ons heeft uitgezongen. Dankzij de bezielende inzet van Rensje de Gruyter, journalist, en Fabrice Albronda, distributiemanager bij Impact Investors. Heel fijn, bedankt voor jullie tijd en inzet. We hopen dat we u goed hebben kunnen voorlichten over hoe dat werkt met beleggen. En nou. We zijn binnenkort weer bij u terug met een nieuw webinar over beleggen. Nog een hele goede avond.